Dames en heren, jongens, meisjes, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ben ik hier met een bijzonder iets, namelijk mijn laatste video van First Date. De reden hiervoor is heel logisch. Ik probeer even die First Date video te uploaden en dan zegt YouTube van je mag het niet uploaden, je mag niet, want jij hebt het programma niet gemaakt. Nou, dat klopt. Ik heb inderdaad het programma niet gemaakt. Dat klopt, ja, helemaal mee eens. Maar ik kreeg deze doorgestuurd, ik heb hem nog niet gecheckt. Maar mensen zeiden, Koen, je moet deze echt nog even checken, want deze vent die heeft allemaal dingen gebruikt die illegaal zijn in Nederland. Dus dat kan twee dingen zijn, of... We zijn best wel dingen illegaal in Nederland, duidelijk. Er wordt gezegd, geschreven, dat deze gast niet helemaal nuchter was toen hij in deze date zat. Wat natuurlijk lullig is. Voor die vrouw. Of het zo is, daar gaan we nu achter komen. Daar ga ik nu naar kijken. Ik ben zwaar benieuwd. Het is dus de, niet zij, maar de gast. Dus zij niet. Vandaag is Joelle en zij legt graag een kaartje. Joelle is gokverslaafd. Oh nee, Joelle is beveiliger. Als ik vrije tijd heb, doe ik heel graag bezig zijn met mijn spiritualiteit. Oh. Doe dan tarotkaarten leggen. Tarotkaarten. Ik doe ook heel graag anderen helpen met mij. Oh, ik krijg helemaal flashbacks naar die chick uit Las Vegas. Die ook van die tarotkaart had. En we hebben het ook in Nederland een keer gedaan. Oh jezus, dat was echt verschrikkelijk. Ja. Gaven, noemen we het maar. Gaven? Ze noemen het gaven. Wat een brief. Ik weet wat ik ben en wat ik kan. En ik zou het heel erg fijn vinden als ik een persoon kan vinden die met mij levelt daarin. Ja, zoals iemand die, zeg maar, dus gelooft in sprookjes. Hey, ze hebben trouwens de setting aangepast. Dit is nieuw. Dit was er niet zo. Ik heb het ook niet gezien, maar die vorige met die twee vrienden die meededen. Die is ook echt leuk trouwens. Mensen aanraden om te kijken. Mijn vorige video op mijn kanaal. Ik kan je trouwens wel mooi vertellen. Mijn volgende video op mijn kanaal wordt waarschijnlijk de langste video op mijn kanaal ooit. Er zit ook heel veel tijd in en moeite. Ja, echt. Ik heb jullie 2,5 jaar geleden beloofd dat ik meer tijd stop met mijn video's. En de volgende video is het zover. Ik ben al nu 3 jaar officieel single. 3 jaar officieel. Oké. En hoeveel jaar onofficieel? Ik denk dat mijn prins op het witte paard de verkeerde afslag heb genomen. Want het is nog niet gelukt. Voordat we verder gaan, wil ik het even hebben over mijn favoriete app ooit. En jullie weten waar ik het over ga hebben. Ja! CyberGhost VPN. De sponsor van deze video. Al 17 jaar zijn zij op de markt. Wereldwijd en met een excellente Trustpilot rating. Ik kan jullie niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat je veilig op in... Eigenlijk is altijd alles wat je doet... Moet veilig. Ja, soms is het misschien wat saai, maar het moet veilig. Net zoals internetten. Je hoeft niet eens dat al je gegevens gestolen worden omdat jij op een of andere vieze website zit. Dat zou toch ranzig zijn? Ik persoonlijk zit en niet op die website, maar ik gebruik ook een VPN, want dat is veilig. Daarnaast kan je ook, als je bijvoorbeeld in het buitenland bent en je kan je Nederlandse serie niet meer kijken. Op Prime of Netflix of Videoland. Doe ik even een VPN'tje aan, doe je alsof je in Nederland bent, denk je wifi. Oh, dat jochie wat op vakantie is, dat meisje dat op vakantie is in Nederland. Ik dacht dat hij in Spanje zat, maar hij is blijkbaar in Nederland. Oh, hier alle Nederlandse films en series. Ideaal, ook met voetbal kijken. Als je 1 abonnement hebt, kan het tot 7 devices, dus ook op je console. Je laptop, je computer. En zoals jullie van mij gewend zijn, heb ik al speciaals voor jullie. Koop je nu via mijn link in de beschrijving een 2 jaar abonnement. Dan krijg je 83% korting en 4 maanden gratis. Dat kost 2,03 euro per maand. En ben je nog niet tevreden? 45 dagen money back. Guaranteed. Twijfel niet, link in de beschrijving. Doe het nu! Doe mij maar een wijntje. Een wijntje. Waar zou zij vandaan komen, denken jullie mensen? A. Rotterdam. B. Nigeria. Nu kiezen, je hebt 5 seconden. Het was B, Nigeria. Ik doe tarotkaarten leggen. Doe je dat ook voor mensen? Ja, ook voor over de hele wereld, hè? Pardon? Ja, uit Amerika, Canada, Japan. En dat gaat online dan? Oh, jezus. Ja, gaat online. Online tarotkaarten leggen, maar jezus man, dit is toch... De scam hier vanaf, oh jongen. Ik begin deze video, omdat er wordt gezegd, die gast is raar. Maar ik heb gewoon zin om een cursusverkoopvideo over haar te maken. Om te gaan kijken wat voor rare fratsen allemaal uitvoert. Wat is dit man? Tarotkaart leggen online over de hele wereld. Dan komt iemand uit Amerika en die stuurt dan een berichtje via waarschijnlijk zo'n hele schimmige chatsite. Van, kan je misschien kaartjes voor me leggen? En dan pakt zij denk van, ja hoor, is goed. Eens even kijken. Schroep 8. Dat betekent dat je heel gelukkig gaat worden in die liefde. Wat een boer. Oh, daar is hij. Dit is mijn lieve poes, Tess. Ja, dat is mijn alles, mijn kindje. Ik sta met haar op, ik ga met hem naar bed. En... Ik zie nu nog niks, niet echt iets heel raars aan Danny. Behalve dat hij heftruckchauffeur is, wat ook niet raar is. Leuk. Lekker heftrukken. Hallo Danny. Hallo. Hallo. Hey, hallo. Het is fijn dat je dit... Danny heeft een joggingboek aangetrokken. Ja, leuk om je te zien. Oh, je zit te kijken, maar dat wil ik niet. Oh, wat sneu. Hallo. Hi. Danny? Joelle. Hi, Joelle. Joelle, ja. Joelle, hi, mooi naam. Hi, dank je. Ik heb wat lekkers voor je meegenomen. Wat lief. Wat lekkers voor je meegenomen. Een snuifkop. Ik hou wel van zouten erop. Ja, dat heb je goed gedaan. Oh, ja, gelukkig. Ja. Ja, fijn. Ja, wat lief dat jou. Ze ziet gelijk of hij het niet. Ja, mooie meid. Lady in pink. Wat zweet hij veel? Oh mijn god. Kijk eens even goed, mensen. Het is Milo. Mijn type qua uiterlijk. Maar goed, we moeten niet gelijk gaan oordelen. Dat is wat ik als eerst dacht. Hè. Het gaat niet altijd om uiterlijk. Nee, maar het oog moet ook wat. Ja. Een hele leuke vibe. Gewoon vrolijk, optimistisch. Bro, hij loopt helemaal leeg. Dan moeten we even
proost. Ja, kijk, was al begonnen. Aankijken, ja. Zeggen ze altijd. Ja. Mooie ogen heb je. Dank je. Ja. Oh, lekker flirt hoor. Waar kom je vandaan? Kom uit Leiden-Zuid. Leiden-Zuid. Zit ik gewoon dan met mijn poes Jess. Oh, je hebt ook een poes. Waar is leuk beest, ja. Ik wandel met haar. We gaan van alles doen. Ik heb zo'n soort rugtas met zo'n koepel erin. Oh. Maar ze vond een soort onderzeeën en dan met het kopje erin. Ja, echt hilarisch. Gewoon. Ik vind hem een mooi vent eigenlijk. Ik zie nog niks waarvan ik denk van hij heeft zooi in zich. Ik ben spiritueel. Ik weet niet of je daar een beetje bekend in bent. Ja. Ja, mijn moeder die is daar altijd mee bezig geweest eigenlijk. Okay. Waarom heeft hij ook een zonnebril op zijn hoofd? De zon schijnt hier niet. Waarom heb je een zonnebril op je hoofd, Brie? Ik kan wel voelen als er iets is wat er niet hoort te zijn. Ja, ja energieën. Of... Ja, precies dat. Ja, dat is wat mijn moeder eigenlijk ook heel erg heeft. Met zo'n pilotenbril. Ik was altijd met tunen bezig en snelheid. Met tunen. Tunen. Hij tune zijn auto. Mijn moeder ging lopen met de hond. Oh, en ze ging de deur uit, ze staat met de hond en boem. Toen kwam dat... ik krijg gewoon kippen van, kan dat? Wat gebeurt hier? Voel van, oké, ik moet nu naar mijn zoon toe. Ik moet Danny vinden, nu. Toen heeft ze me eigenlijk gedwongen om mijn helm op te doen. En met pijn en moeite, helm op. En ik was halverwege en toen ben ik frontaal aangereden. Uit het niks. Oh, wat een tover naar die moeder. Misschien moet je gewoon beter uitkijken, zodat je niet aangereden wordt. Zou ook kunnen, hè? Is ook een optie. En dat heb ik net aan overleefd, door die helm. Bro, wat gebeurt hier? Bro vertelt een verhaal dat hij een helm opdoet en daarna frontaal wordt aangereden. En die moeder die wist dat al. Ik weet het, die moeder heeft hem aangereden. Hij is aangereden door zijn eigen moeder. Maar deed je veel of... Nee, wat ik zeg, nee, helemaal niet eigenlijk. Nee, ik vind het wel leuk. Even met zoiets als nu. Wow. Hij is zo bizar aan het gutsen. Holy... Hoe is hij aan het gutsen, zeg? Meestal op Badoo, ook vrouwen hoor ik dan van de mannen komen voor één ding. Ja, ik voel me daar gewoon... Ik heb daar geen tijd voor. Nee, snap ik. Voor die spelletjes, dat hoeft voor mij niet. Nee, hoeft niet. Zo'n mooie dame als jou, dat duurt dat daar. Wat zei je nou? Zo'n mooie dame als jou, dat duurt dat daar. Zo'n mooie dame als jij, dat duurt dat daar. Ben je openbaar vervoer, eigen vervoer? Met de auto ben ik. Auto. Jij? Ik ben met openbaar vervoer. Oké. Okay. Ja. Je hebt wel een eigen auto? Of, Nee, niet meer. Oh, niet meer? Omdat ik mijn rijbewijs ben verloren. Bro, echt. Hij is aan het gutsen, hij is aan het kouwen. Ik had een heel zwaar opgevoerd scooter. Echt zwaar getuned. En daar was ik even een stukje mee over de autobaan gegaan. Oh. Dat is niet slim. Zij zijn er klaar mee. Je merkt dat alles er klaar mee is. Ja, dat is richting Katwijk, zeg maar. Oké, okay, hij had dus een opgevoerde scooter. En daarmee ging je over de autobaan. En over de autobaan mag je delen dus zo hard als je wil. Maar hij was onderweg naar Katwijk. En voor mij ligt Katwijk, zeg maar... Als je, zeg maar dan, ik heb hier even een map naast me. En als je dan zeg maar, hier Duitsland hebt, dan mag je dan zo hard als je wil. En Katwijk is zeg maar, dan in Nederland zeg maar, helemaal hier, zeg maar. Dus dan zeg maar dit hele stuk, zo, dit. Dat is dan zeg maar helemaal Nederland waar je doorheen rijdt. Waar je zeg maar, niet zo hard mag als dat je wil. Ben ik aangehouden, ja. Ja. Oeh. Oh shit, ja, ik had er niet over moeten beginnen eigenlijk. Nee. Wat gebeurt er allemaal ineens? Ineens is hij helemaal kwijt. Oh, gooi ze drank op. Het ging goed. Niks een handje. Niks gezien. Die erop zit niet altijd. Bro, nu snap ik waarom deze aflevering in mijn bordje geschoten werd. Wat gebeurt hier allemaal? Dit is een koorsdroom. Ik weet niet. Is dat de rekening of zo? Geen idee. Er komt zo'n pop-up clown uit. Ik weet 100.000, 1080 miljard, miljoen, miljard, miljard, miljoen procent zeker dat zij nee gaat zeggen. En hij zegt ja, 100%. En hij vindt het jammer dat zij geen ja zegt. 100.000 miljard procent. Hi. Hoe sta je? Ik wil wel eventueel betalen. We kunnen ook splitten hoor, maar het maakt niet uit. Nee, ik betaal wel deze keer. Zeker? Deze keer. Hij hoopt wel volgende date. Jongen mensen, ik heb zoveel mensenkennis. En daarna zie je zeg maar dat hij het wel wil en zij echt helemaal niet. Willen jullie elkaar nog het eerste zien? Nou, heel eerlijk, ik voelde niet echt een liefdesklik. Hij baalt zo als een stekker. Hij baalt zo. Echt, Ik zal het wel een keer willen proberen misschien, ja. Bro, hij is het echt... Als ik ga douchen, ben ik minder nat dan deze man. Ik zweer het je. Ja, sorry. Nee, geeft niet. Nee. Dames en heren, helaas. Liefde is niet altijd zoals het moet zijn. Ik moet wel zeggen, ik weet niet. Ik weet niets van verdovende middelen af. Dus ik weet niet of hij daar aan de verdovende middelen zat of niet. Dus ik ga Milo even bellen. Nee. Bedankt iedereen voor het kijken naar deze video. Vond je het nou leuk? Doe een zeker een duimpje omhoog. En vergeet niet CyberGhost VPN te kopen via link in de beschrijving. 83% korting op een 2-jaren plan plus 4 maanden gratis. Doe het nu en surf veilig. Bruh. Surf.